ga proberen om met Real Madrid de Champions League te winnen. Maar er is een probleem. Al mijn spelers zijn ziek. Wat betekent dat hun ratings zijn omgedraaid. Dit team is echt heel slecht. Maar gelukkig hebben we één geheim wapen. Kom op, Vinicius. Jij bent de enige die wat kan. Vinicius! 1-0! De enige manier om mijn spelers beter te maken is door potjes te winnen of één van deze drie challenges te halen. Elk potje dat we winnen of challenge die we halen, wordt één speler beter en teruggezet naar zijn eigen rating. En dit is onze groep. En er zijn eigenlijk geen makkelijke wedstrijden. We starten dan ook thuis tegen Union Berlin. En Union Berlin begon kansen te creëren. Trimmel geeft die bal voor zoveel ruimte. En ons geheime wapen sloeg weer toe. Vinicius! Keihard in de kruising. Daar komt Union Berlin. Oh, Courtois. Oh, die is maar 9 algemeen. Vinicius, Bellingham en dan de redding. Oh, tussendoor. Nope. En dan, oh, wat een redding van Militao. Vinicius! 3-0. Een hat-trick voor hem en dat betekent een dubbele upgrade. En ook al was ons team zo slecht, we sloopten Union Berlin. Oh, Bellingham, goed gedaan. Vinicius afleggen. Rodrigo! 4-0 zelfs nog. En ook al creëerden we nog een aantal kansen. Corner, Rudiger en dan de redding. Van verder. Vinicius! Zo, krijg je dit er niet in. Het bleef bij 4-0. En daarmee staan wij nu bovenaan onze groep. En mogen we 2 spelers upgraden om ons team te verbeteren. En daarvoor heb ik hier dit wiel. En wie is de eerste speler die we gaan upgraden? Het is Ferland Mandy. En dus gaat Ferland Mandy van 28 naar 82 algemeen. Speler nummer 2. En na 1 wedstrijd dit al gaat het echt super snel. Het is... Het is Thibaut Courtois. Dus ja, dat was wel een upgrade die we goed konden gebruiken. En na de upgrades is het tijd voor de volgende wedstrijd tegen Napoli. Napoli kwam al snel met de eerste kans. Kvaratskhelia legt hem af. Osimhen en Courtois. Oh, tussendoor Kvaratskhelia schuift hem binnen. En dan is het 1-0 Napoli. En Napoli bleef kansen creëren. Komen ze weer. Kvaratskhelia legt hem voor Lobotka in de handen van Courtois. Maar het duurde niet lang voordat wij ook een kans kregen. Bellingham. Daar gaat Jude. Bellingham, 1-1. Daar gaat ons geheime wapen. Vinicius. En dan de redding. Corner. Rudiger. Net naast. Bij Napoli bleef gevaarlijk. Want tussendoor, die komt er doorheen. Courtois zit dan wel raak. Oh, daar komen ze. Lobotka over de keeper heen. En dan is het 2-1. Mandy. Naar Vinicius. Open draaien. Vinicius. Oef. Van verder in terugleggen. Vinicius, oh, wat een redding. Ja, ik zou ook blij zijn met zo'n keeper, ja. Van verder richting Rudiger. Nope. Weer Meret. En helaas, als de keeper van Napoli niet te passeren is, eindigen we in een 2-1 verlies. En blijft ons team dus precies hetzelfde. En is het tijd voor de volgende wedstrijd tegen Braga. En binnen 3 minuten is het raak. Voorzet Lopez. 1-0 Braga. En dat is niet waar het bij bleef. Marin legt voor en dan terugleggen. Courtois zit mis en dan is het 2-0 Braga. En dan gebeurt er ook nog eens dit. Oh, en dan is het zelfs nog 3-0. Oh, wat gebeurt hier? Ja, dit lijkt een verloren zaak. Vinicius afleggen. Jude Bellingham. 3-1. Rodrigo naar de andere kant. Mandy, terugleggen. Vinicius. 3-2. Vinicius. Meegeven van Verde. Rodrigo. Dus iedereen door. Vinicius laat in de wedstrijd. Maakt hij gelijk. Vinicius Junior. Rodrigo naar Jude. Jude. Oh, Jude. Dat had hem moeten zijn. Corner dan. Valverde. Militao. Rudiger. Hij is over de lijn. In de 93ste minuut. 58 reed het Rudiger. Kopt hem over. Zelfs Ancelotti feest mee. Heel Madrid staat op zijn kop. En zo eindigt deze wedstrijd. Arme Braga. En met de overwinning betekent dat we 1 speler terug mogen brengen naar hun originele rating. En het is Eder Militao. En daarmee is dit nu ons team. Het is in ieder geval een stuk beter. En dat betekent ook dat we door zijn naar de knock-out rondes van de Champions League. En dus gaat Eder Militao van 68 terug naar 86 algemeen. En jongens, 76% van jullie is nog niet geabonneerd. En het is Patocember. Wat betekent dat ik om de dag een video post. Dit zijn in ieder geval de mensen die wel zijn geabonneerd. En abonneer even, want dan kom jij in een video. En dan kunnen wij samen de 50.000 abonnees halen voor 2024. Dat zou toch vet zijn. Het is tijd voor de laatste 16, maar we hebben een probleem. Valverde heeft een rode kaart. En dat betekent dat we Camavinga moeten spelen. Alleen die gaat dus van 84 naar 48 algemeen. Maar zonder enige optie beginnen we deze laatste 16 tegen Manchester United. En al snel komen we met de eerste kans. Vinicius, in één keer
door Jude Bellingham. Oh, ingeleverd door Man United. Daar gaat Bellingham. Bellingham over Onana heen. En dan is het 1-0. Vinicius tussendoor naar Ferland. Mandy maakt er 2-0 van. En dan staan we binnen 30 minuten 2-0 voor. Rashford legt hem af. Amrabat, nope. Courtois. Bellingham. Voorbij zijn man. Dan stuurt hij Vinicius weg. En die kan natuurlijk wel alles. En dan is het zelfs nog 3-0. Daar gaat hij. Jude mist weer. Wat is er met Jude aan de hand? Maar Manchester United liet het er niet bij. Al bal door Anthony. Oh, Vinicius voorbij. Aan zijn man Vinicius op een lopje. En dan is het 4-1. En toen kregen we ook nog eens een corner mee. Matau! En dan is het zelfs nog 5-1. En zo eindigt deze wedstrijd. En lopen we over Manchester United heen. En dat betekent dat we weer een keer mogen draaien aan het rad. Valverde is vervangen door Camavinga. Maar het wordt Rudiger. En dat betekent dat onze verdediging en onze keeper eigenlijk bijna helemaal zo goed als terug is als vanouds. Behalve Carvajal. We kunnen Valverde in ieder geval weer terugbrengen. Daar ben ik heel blij mee. Want de volgende wedstrijd is een kraker in de kwartfinale tegen Bayern München. Bellingham jaagt hem weer naast. Dan gaat Vinicius. Die is weggestuurd. Vinicius en die jaagt hem binnen 1-0. Wie anders dan hij? Musiala. Oh, Musiala. Oh, ik was al zeg maar. Oh, dat was ongemakkelijk. Daar komt Bayern. Harry Kane. Courtois komt uit. Oh, Harry Kane krijgt hem voor. En dan is het inknikken voor Musiala. En dan is het 1-1. En Bayer bleef maar aanvallen. Kane gooit hem erin. En dan de kopbal. Oh, Courtois. Sané gooit hem voor. Harry Kane op de volley. Courtois. Valverde. Rodrigo. Nog een keer. Draaien. Modric op de lat. Bellingham. Terugleggen. Rodrigo in de 92e minuut. Maken we 2-1 en gaan we door naar de halve finale van de Champions League. En een overwinning betekent een nieuwe speler die we mogen upgraden. Wie gaat het zijn? Het is Jude Bellingham. En dus verandert ook Jude Bellingham terug van 78 naar 87 algemeen. En is dit ondertussen ons team? Ik ben gewoon blij dat we eindelijk een fatsoenlijke aanvaller hebben. Het is in ieder geval tijd voor de halve finale tegen Borussia Dortmund. En de toon werd meteen gezet. Zo van een tackle. Oké, die hebben er zin in. En Dortmund begon heel sterk aan deze wedstrijd. Aller, tussendoor. Donjou Malen, wat een tackle. En dan Courtois zit mis. En dan de lat. Geraakt door Adeyemi. Kansloos was dit geweest voor ons, zeg. Oh, wat een gelukje. Vinicius doorleggen. Valverde. Modric. Net naast. En Bellingham liet zien dat hij weer de oude was. Valverde. Tussendoor naar Jude Bellingham. Terug naar hoe die ooit was, Jude. En nu kan hij wel afmaken. 1-0. En kort daarna kwam deze aanval van Dortmund. Donjou Malen legt hem terug. Dan Haller. Die gaat erin op een of andere manier. Sebastian Haller. Rodrigo. Naar Valverde, die het in één keer probeert. Oh, daar komt Ozkan. Ozkan toe, Courtois. Wat een redding, Courtois. Ja, zo blij ben ik ook met jou, Courtois. Valverde, prachtige bal op Vinicius. Vinicius, 2-1. En nu volhouden. Oh, bal tussendoor. Brand van afstand, maar Courtois. En zo winnen wij ook de halve finale. Maar voor wij doorgaan naar die finale, mogen we nog één iemand terughalen naar zijn originele rating. Het is Tchouaméni. En dus veranderen wij ook Tchouaméni van 48 naar 84 algemeen. En daarmee is dit dus het team waarmee wij de finale van de Champions League moeten zien te winnen. Met 28 Carvajal op rechtsback. Oh, dit moet vast goed komen. Daar gaan we. De Champions League finale is begonnen. Rodrigo! Binnenkant paal. 1-0. Kom op. Vinicius. Tussendoor. Ferland. Mandy voor de 2-0. En Madrid staat op zijn kop. Maar het is nog niet voorbij. Even de Bruyne. De Bruyne loopt er zo doorheen. Oh, wat een tackle. Haaland de Bruyne. Courtois. Vinicius op snelheid erlangs. Vinicius. Keihard in het goal. En dat betekent 3-0. En dan zouden we zeggen dat het klaar is. Maar Manchester City kreeg nog een corner. En uit die corner haalden wij een counter. Vinicius. Prachtige bal op Jude. Bellingham. Hij kan nog zijn treffer maken. En dat doet hij ook. 4-0. En dan is het voorbij. En daar is de trofee. En daar is onze captain. 29 reden. Dani Carvajal. En hij mag de trofee de lucht injagen. Want Real Madrid is Champions League winnaar. En klik hier als je wil zien hoe ik één bizarre transfer maakte met elk shirtnummer.